Hoi, welkom bij een nieuwe video op Beauty Spots. Een tijdje geleden liet ik jullie de Pink Gel Lak UV-lamp zien, waarmee je thuis heel makkelijk gelnagels kunt aanbrengen. Vandaag laat ik jullie een speciale collectie nagellak daarvan zien, de Vintage Chic collectie. Die bestaat uit een aantal bleke pastelkleuren, zeg maar, die echt een beetje dat retro gevoel weergeven. Ja, dat past natuurlijk ontzettend goed bij mijn Tante Betsy jurkjes, dus ik vind het echt ontzettend leuk dat ik deze collectie aan jullie mag laten zien. Ik heb ze de afgelopen weken heb ik ze allemaal geswatcht. Doordat het natuurlijk wat langer op je nagels blijft zitten en ik het zonde vond om alles meteen weer af te halen, duurde het wat langer voor ik ze geswatcht had. Maar vandaag ga ik alle kleurtjes aan jullie laten zien. De collectie bestaat dus uit 7 kleurtjes, waarvan 5 gewoon een effen finish hebben, zeg maar, en 2 een wat meer glanzende, tenminste 1 heeft een metallic finish en de ander heeft een glitter finish. Mijn favoriet is de kleur pastel purple, dat is deze kleur. Ik hoop dat jullie het zo goed kunnen zien. Dat is een mooie lila bleke kleur. Ik hou er wel van en ja, die past ook ontzettend goed bij mijn Tante Betsy jurkjes. En de rest van de kleurtjes ga ik jullie in de beelden hierna laten zien. Nou, hier zie je alle 7 kleurtjes op de website staan. Dit is de kleur Diamond Pink, Pastel Purple, Mint Green, Salmon, Paradise Blue, Peachy Nude en Pearly Pink. Ze kosten nu allemaal tijdelijk nog een keer. Normaal gesproken kost ze 15 euro en nu tijdelijk 12 euro per stuk. Dus ja, ik vind het echt een hele mooie collectie. En ja, het is een zomercollectie, maar ik vind deze kleurtjes gewoon in de winter ook gewoon heel mooi. Vooral bijvoorbeeld dat ijsblauwe, dat is gewoon heel mooi. En deze vind ik kleuren die altijd wel kunnen. Ja, het zou je niet verbazen dat ik het zelf een hele mooie collectie vind. Zo, dit is de eerste kleur die ik heb aangebracht. Dit is de kleur Paradise Blue. Echt een hele mooie lichtblauwe zomerse kleur. Mijn duim is helaas afgebroken van de week, dus die ziet er wat minder fraai uit. Maar deze vind ik wel erg mooi gelukt. Echt een heel mooi kleurtje die zeker ook gewoon heel mooi staat bij bruine handen. En dit is de tweede kleur. Dit is de kleur Mint Green. Zoals de naam al zegt, een mintgroene kleur. Maar dan echt wel een retro kleurtje vind ik het. Hiervan, van deze kleur wil ik ooit nog eens een keer een keuken, als ik genoeg gespaard heb. Je ziet wel dat op mijn wijsvinger is iets dreperig. Ja, dat is altijd wat lastig met die lichte pastelkleurtjes. Die zijn soms wat lastig om te dekken in 2 laagjes. Ja, en 3 laagjes vond ik in dit geval niet mooi. Dus ik heb gewoon gekozen voor 2 laagjes. Nou, zoals je ziet passen deze kleuren prima bij elkaar. Ik heb even gekozen voor de snelheid van het swatchen om 2 verschillende kleuren op mijn handen te doen. Maar je ziet dat je ook leuk kunt combineren met deze kleurtjes. Dit is de kleur Peachy Nude. Een hele lichte, lichte peachkleur zoals je ziet. Ik vind dit wel echt een kleur voor de zomer, voor als je handen wat bruiner zijn. Want anders is hij wel heel bleek. Maar ik vind hem zo wel erg mooi. Dit is de kleur Salmon. Een zalmkleur. Die is echt een tint donkerder dan Peachy Nude zoals je ziet. Ik heb ze even naast elkaar gedaan. Ik vind het ook echt een hele mooie en een zomerse kleur, maar dit vind ik ook wel een kleur die ook in het najaar heel goed kan. Dit is het lakje Diamond Pink. Ik heb hem hier in 2 laagjes opgebracht, net als de andere kleurtjes. Maar eigenlijk is het meer een topcoat dan een lakje. Dus ik wil hem ook nog eventjes over een andere kleur gaan aanbrengen om dan het effect te laten zien. Dit is Pearly Pink. Zoals de naam al zegt, is het een parelmoer glansje. En normaal gesproken vind ik die altijd wel vrij streperig, maar hier vind ik het effect wel mooi. En een heel draagbaar kleurtje vind ik deze. En dit is Pastel Purple, dus denk ik wel mijn favoriete kleur. Het is een hele mooie lavendelgrijze bleke kleur. En vooral bij de nieuwe najaarscollectie van Tante Betsy vind ik deze erg mooi. Ja, ik ben er heel blij mee met deze collectie. Alle nagellakjes uit deze collectie zijn verkrijgbaar via de website van Pink Gel Lak. Ze kosten 12 euro per stuk, normaal gesproken 15 euro, maar nu tijdelijk slechts 12 euro per stuk.
En ja, online bestellen gaat gewoon heel makkelijk. En je kunt daar ook de base coat en de ultra shine lak meteen mee bestellen. Ja, zoals ik in de vorige video al zei, ben ik erg tevreden over Pink Gel Lak. Het zorgt er ook voor dat ik mijn nagels weer gewoon goed verzorg en dat ze weer lekker kunnen groeien en sterk kunnen zijn. En ja, sinds ik Pink Gel Lak in huis heb, draag ik eigenlijk weer altijd nagellak. En dat is natuurlijk toch wel ontzettend leuk bij mijn jurkjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze collectie te zien. Mocht je er meer over willen weten, stel de vragen dan gerust onder de video of anders in het artikel op beautyspots.nl. En graag tot de volgende keer. Doei!